We praten met Niels Arts van horloge-bandjes.nl. Nederlands succesverhaal in veel landen. Wat hebben jullie gedaan? Wij zijn begonnen met gewoon een Nederlandse webwinkel. En die Nederlandse webwinkel die hebben we eigenlijk vrij snel hebben die vertaald. Soms met behulp van Google Translate. Soms met wat... Dat is lef hebben. Sorry? Dat is lef hebben. Ja, we zijn gewoon... Don't worry, be crappy. Inderdaad, we hebben het motto done is better than perfect. We zijn gewoon begonnen. En we hebben gekeken of we bezoekers konden trekken. En dat was zo. En we stonden al vrij snel in goede posities in Google. En vanuit die optiek zijn we steeds meer gaan verbeteren. Dus je kijkt naar SEO en bezoekers? Ja, 90% van onze bezoekers komt via SEO. Ja. En vertel, hoe meet je dat? Welke landen, welke posities? Het grootste land waar we de meeste bezoekers vandaan halen is Frankrijk. Daar halen we denk ik nu 50% van onze bezoekers vandaan. Maar niet met horloge-bandjes, denk ik? Nee, daar hebben we hebben 6 talen. En de Franse taal is bracelet-de-montre.com. En zo hebben we nog 4 andere talen. En zijn we binnenkort van plan om uit te breiden naar nog 2 extra talen. En wat voor posities dan op het woord horlogebandjes in het Frans kom je dan op top 3? Dat is je focus, neem ik aan? Eigenlijk altijd op 1. Je komt altijd op 1 dan? Ja. En dan komen de bezoekers en dan denk je, oké, nou gaan we aan de slag. Dat is de bedoeling. We zijn nu echt het conversiepercentage aan het verhogen. In eerste instantie hadden we een heel laag conversiepercentage, omdat natuurlijk heel veel mensen Google Translate zagen en dachten, hey, wacht eens even, hier klopt niks van. Wat is laag? Een 0,5%. Nu gaat dat steeds meer naar 1,5 tot 2%. En in landen waar het heel goed gaat, wat voor conversies kom je dan? Het gekke is dat bijvoorbeeld landen als Australië, daar gaat het heel goed. Daar hebben we toch percentages van 3%. Terwijl vaak... En dan kijken we in Analytics naar de e-commerce conversie, hè? Dus van sessie naar order. Ja. Maar dan kijken we vooral, dus ook omdat wij alleen maar Google en vooral SEO gebruiken. We hebben best wel veel bezoekers, dus ja, een lager percentage is voor ons niet zo erg. Maar we vinden het wel opmerkelijk dat bijvoorbeeld mensen in Australië met eigenlijk levertijden van soms 4 tot 6 weken toch bij ons een horlogebandje kunnen gaan bestellen. Maar als jij 90% uit SEO haalt, dan laat je nog een heleboel liggen ook, hè? Ja, maar... Prima. Nee, wij zijn wel van mening dat heel veel advertentiemogelijkheden gewoon te duur zijn. Maar wat is je gemiddelde orderwaarde? Gemiddelde orderwaarde is ongeveer 35 euro. Ja. En dan 20-30% marge, dan blijft er een tientje over, zeg ik zo grof. Daar laat ik me liever niet over uit. Oké, maar je bent bang dat de CPS te duur wordt? Vaak is het zo, ook als je naar de Engelse taal kijkt, is het zo dat de Google AdWords zijn vaak 5 tot 10 keer zo duur als in Nederland. Je betaalt in Nederland voor een trefwoord als horlogebandje betaal je iets van 20 cent. Ja, maar dan kijk je naar CA. Affiliate is vaak 10%, dus dan in jouw geval 3,5 euro. Dat moet dan kunnen, denk ik. Ja, affiliate gebruiken we wel veel, maar vaak heb je, omdat we zo verspreid zitten over heel veel landen, kunnen we niet zo gericht positioneren, nog niet. We hebben wel affiliate campagnes in Frankrijk en in Duitsland en Engeland en Nederland. Maar we willen ook steeds meer Brazilië, Australië en dergelijke gaan targeten. Maar voordat je daar het juiste aantal bezoekers hebt om een goede affiliate campagne te starten, dan moet je er nog net wat groeien. En dat is eigenlijk een onderdeel van je strategie ook. Van je gaat eerst gewoon maar een land in en daarna ga je stapje bij beetje alles beter maken. Ja. We gaan een land in, we kijken wat er gebeurt. En we proberen de bezoekersaantallen zo snel mogelijk omhoog te krikken. Om ook op die manier weer affiliate campagnes te kunnen starten. En daarna langzaamaan ook AdWords en dergelijke. Omdat het dan qua massa inkoop goedkoper wordt. Hoeveel landen ben je nu live dan? We hebben nu 6 talen. 6 talen. Dus 6. En we hebben orders naar, geloof ik, vorig jaar 213 landen. Maar dan zit je ook met portokosten, hè? Ja, portokosten. Maar die vallen mee, omdat horlogebandjes meestal in een brievenbus. Ja, en het percentage dat niet aankomt is absurd laag. Ik verbaas me er telkens weer over dat iets naar een land in de Stille Zuidzee en zo gewoon aankomt. Ja, ik vind het nog steeds verbazingwekkend. Maar dat, Dus jij levert aan 213 landen, zei je? Ja. En dan kijk je gewoon welk land er groot wordt en dan ga je daarmee aan de slag?
Ja, we kijken aan welk land potentie heeft. We hebben Portugese taal, maar die is vooral dus gericht op Brazilië. Omdat Brazilië gewoon veel meer potentie heeft dan Portugal. En we zijn ook dus begonnen met Portugees in verhouding tot bijvoorbeeld Italiaans. Ook omdat de Braziliaanse markt is meer gericht ook op bling-bling. En de meeste mensen hebben ze hebben eerder een bandje van Fossil dan een heel duur merk horloge. Dus voor ons biedt dat best wel veel kansen. Wat zijn hippe bandjes eigenlijk? Hippe bandjes? Oh, dat moet je mij niet vragen. Dat is, nee. Apple Watch bandjes, hebben jullie die al? Nee, nog niet. Maar we zijn wel aan het kijken met smartwatches. Je gaat toch zo in China al wat Apple Watch bandjes inkopen? Dat kan, maar ze moeten wel goed passen. En retourkosten zijn enorm hoog. Als je vanuit het buitenland retouren krijgt, dan wil je niet. Dus we moeten wel goed weten wat we verkopen. En daar hebben we gelukkig... We hebben gelukkig een horlogemaker die echt ervaren is. En dat helpt wel enorm, omdat de vakkennis gewoon heel hoog is. We krijgen heel veel vragen namelijk in via mail van... mijn opa's horloge is kapot gegaan van 20 jaar oud. Heb ik daar nog een bandje voor? En dat soort vragen moet je, ook al zijn het maar orders van 20 euro, 25 euro, wel bereid zijn om te beantwoorden. En het bedrijf erachter, wie zijn jullie, wat zijn jullie, met hoeveel man, waar zitten jullie? In feite zijn we twee bedrijven. We hebben één bedrijf, is de juwelierszaak. En die verkoopt dus horloges in de winkelstraat. En in de achterkant is het de webwinkel. En ik ben eigenlijk een mediabedrijf. En ik ben sinds het begin af aan betrokken bij de webwinkel. En ik ben partner geworden van deze webwinkel. Klinkt als een bij elkaar geraapt bedrijfje, of niet? Nee, we zijn eigenlijk met deze strategie begonnen. Echt serieus zo bij elkaar gaan zitten? Ja, omdat hij was goed in zijn vak en ik was goed in mijn vak. En ik ben eigenlijk, omdat een webwinkel voor hem kopen en onderhouden te duur was, heeft hij mij in feite ingehuurd. En ik zag nogal veel kansen ook in het buitenland. En zo zijn we gewoon gestart. Hoeveel man werken er nu? We hebben nu denk ik 15 mensen. 15 mensen werken. Oh, dat is wel serieus ook. Hoeveel bezoekers? Bezoekers 100.000 ongeveer. 100.000 per maand? Ja. Sessies? Zes sessies. Nu nog sessies, maar we zitten bijna bij het aantal bezoekers, ja. Wat is je droom? Dat we met deze webwinkel wil ik eigenlijk 15 tot 20 talen mogelijk maken. En ik denk dat een 500.000 tot 1 miljoen bezoekers mogelijk moet zijn. En dat we dan met dezelfde producten? Met dezelfde producten, alleen met een veel groter assortiment. Dus dat is wel mijn droom voor de komende tijd. Wat is jouw tip voor mensen die ook zo'n soort droom hebben? Done is better than perfect. Ik hou niet zo van Engelse citaten en quotes. Maar je moet gewoon beginnen. Je moet gewoon doen. Als je elke keer maar gaat nadenken over kan ik naar het buitenland? Wat voor strategie moet ik hanteren? Dan kom je nog nooit. Gewoon doen en leren van je fouten. Dat is belangrijk. Leuk. Goed motto.